We hebben vanochtend het Green Tech Poort op de kaart gezet. Heel veel energie. We hebben, heb ik gevoeld, van alle partijen hier aan tafel. Ondernemers uit de groene sector, de plantaardige sector, de onderwijsinstellingen en de overheid. Allen hebben hier uitgesproken dat het belangrijk is om die verbinding met elkaar te maken, om de toekomst samen met elkaar voor te bereiden. We hebben enkele dossiers hier liggen die alleen maar opgelost kunnen worden als we er ook samen de energie in steken om van de plantaardige sector, de tuinbouw in Brabant, een groter succes te maken. De vraag is, hoe gaan we verder? Die werd hier ook vandaag gesteld. En in feite werd één woord, we moeten er gewoon gaan doen. En wat mij betreft starten we morgen. En zorgen we ervoor dat we een werkorganisatie neerzetten die ook die verbindingen tussen al die partijen en de vraagstukken die hier liggen ook met elkaar verbonden gaan worden om daarmee onze toekomst verder in te vullen, verder voor te bereiden. Green Tech Poort moet er komen omdat we in beginsel als Brabant een voedselprovincie zijn. Niet alleen qua dierlijk, maar ook qua plantaardig. Dat zijn we al, maar we zouden veel meer uit kunnen halen door dat met elkaar te verbinden, zodat we ook naar buiten toe als een voedselprovincie uitstraling geven. Bijvoorbeeld, 80% van de aardbeien die in Nederland gegeten worden, die worden simpelweg in Brabant gemaakt. 38% van de bomen die worden in Brabant geteeld. 50% van de champignons komen uit Brabant. Allemaal voorbeelden waarom een Green Tech Poort een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling, ook de innovatieve, de technische ontwikkelingen, om tot een Brabant te komen wat gezien wordt als een provincie die veilig en gezond voedsel produceert. Ik ben heel tevreden met wat ik vandaag hier gezien heb. De doelstelling was om Green Tech Poort niet iets te laten zijn van bijvoorbeeld ZLTO of provincie, maar het te laten zijn van ondernemers, van de onderwijsinstellingen, van de adviesbureaus, van kennisinstellingen, om samen de groene sector, de plantaardige sector, de tuinbouw op een hoger plan te krijgen.